Kim, I can help you go straight to the top. Nee, blijf een beetje het Engels van Kim af. Yo, de kijkers van GameWereld.nl, mijn naam is Wessel en welkom bij de 14e aflevering van FIFA 19 The Journey. Jongens, vorige aflevering hebben wij een paar hele mooie goals gescoord met Alex en Danny. Weet jullie nog, die volley van Danny? Oeh, die was toch een partijtje lekker. Maar jongens, vandaag gaan wij beginnen met hoofdstuk 3. En we gaan ermee beginnen door te kijken wat de objectives zijn van dit hoofdstuk. En hoofdstuk 3 heet Ramkoers. Alex zet zijn prioriteiten op een rij. Danny merkt hoe het voelt om aan de grond te zitten. Oh, Kim zoekt houvast in een hectische wereld. Ah, ik ben benieuwd. Met Kim moeten wij 2 assists geven aan Alex Morgan. Maximale partnerschapsbeoordeling halen met Alex Morgan. Wat we al hebben, dus dat is helemaal chill. En ons kwalificeren voor de finale van het vrouwen-WK. Dus dat is dan wel te doen. En wij hebben vorige aflevering natuurlijk ook al wel gezien dat we tegen Frankrijk moeten nu. En ik zit eventjes te kijken of wij kunnen zien wie er nog over zijn in het toernooi. Maar dat is dus niet het geval. En Kim staat dus knock-out ronde. Nu begint het echt. Hell yeah. Ik ga mijn mond dicht houden en we gaan een lekker wedstrijdje spelen. Oh, training. Oh ja. Even vergeten dat dat ook een ding was. Maar we maken het leuk. Wij kunnen geloof ik helemaal niks meer fout doen op de training. Serieus. We doen het. Oh, hey. US. Ja, oké. Okay, training. Oh god. Gaat ze ons weer het team uitzetten? Ik hoop het toch niet. Manager likes what she's been seeing from the both of you. Oh, gelukkig. You brought a new dimension to the team. Beter. But now we're moving into the knockout rounds and it takes a certain kind of maturity to play under that kind of pressure. Kom maar goed toch? Gotcha, coach. Of course, coach. I'll be ready if manager needs me during the game. Precies. No, that's the attitude we need and expect from both of you. Nice. The two of you are leading the attack into the round of 16. Je bedoelt thanks, zoals coach. Het hele toernooi? Understood. Good. We're gonna kill him. Yep. All day. Hell yeah. Hoppa jongen, basis confirmed. En nu is Greta opeens fan. Oké. Tijd voor het echte werk. Frankrijk. We maken croissant en baguette van ze. Ja, dat vond ik leuk, sorry. Hey, kijk, we hebben de eerste objective al te pakken. Helemaal top. Maar zonder grappen en gollen. Frankrijk is wel gewoon een hele sterke ploeg. Ook bij de dames. Maar goed, hey, laten we winnen. 4-5-1 met 1 aanvaller dus voorin. Ja. Oh god, les sommer. Zo uit de niets maakt er 0-1 van. Oh shit. Oké, ik dacht van die passie gaat niet aankomen. Mijn verdediging staat niet te slapen. Maar blijkbaar wel. Dit was heel makkelijk. Dit was veel te makkelijk zelfs. Oei. De verdediging lijkt te slapen. Zelfs Juri zegt het. De verdediging lijkt te slapen. Ik ben het helemaal met je eens. Laten we even snel de gelijkmaker maken. Want dat is noodzakelijk nu. We hebben de bal op het middenveld. Ik zie Morgan op zich. Oh, dat ging niet helemaal volgens plan. Okidoki dan. Zullen we dat eventjes niet meer doen? Lloyd, wat is dat nu weer voor paas? Alex Morgan. Oh ja. Komen er langs? We komen er langs of niet? Rina, die kan ons niet bijhouden. Die dame van 1,87 meter. Maar we worden wel geblokt. Door wie is dat? Ik heb werkelijk geen idee. Maar potverdomme, ik kon er niet afschudden. Dat is een partijtje kloten. Ik dacht echt van hier komt de 1-1 aan. Maar goed, oké. Misschien hebben we hier een... Hier, je mag lopen. Oké. Morgan, oh kom op. Rapino, is dit buitenspel? Dus geen buitenspel. Come on. Let's go. Morgan. Ja, oké. Ik weet dat ik assist bij jou moet geven. Maar ik ga nu toch echt even vanzelf voor eigen succes. Nee joh. Weer die Fransen. Oh my god. Nou oké. Ik geloof dat Morgan best wel aan de lange kant is. Maar goed. Frankrijk die heeft een dame van 1,87 meter in de verdediging staan. Dus ik denk niet dat voorzet te werken. Ja, nee. Dus misschien kunnen we dat niet meer doen. Die tackle is mis. Oh, Nestor Meijer. Als die bal erin was, dan was ik toch even een partijtje gaan huilen. Eerste helft is voorbij. Niet echt heel veel grote kansen gehad in de eerste helft. Dus de tweede helft moet even wat spectaculairder. Kom on. Oh, Horan. Goeie bal naar Rapino. Kom on. Rapino hier naar ons. Ja, prima. Ik ga ervoor. Oh, wat is dit nou? Wie stond er in de baan van het schot? Potverdikkie. Instructies. Kan je mijn teamgenoten niet zeggen dat ze beter moeten spelen? De passing is zo off vandaag. Rapino, geef hem mee hier. Oh, ze geeft er niet mee. Oh, dit is een goeie. Dit is een goeie. Dit kan wat worden. Oké, hier laat de verdediging zich redelijk makkelijk opzij zetten. En ik knal hem op de lat en die is net naast. Are you kidding me? We hebben nog 12 minuten. Oh nee, les wel meer. Pak die bal af. Niemand gaat ook op die bal af. Niemand probeert ook überhaupt maar in te grijpen ofzo. Oké, kom op dan. Nu. Geef me nu. Dit is geen buitenspel. Dit is wel buitenspel. Oh, grensrechter, jee bitch. Jongens. Gaan we nou werkelijk eruit? Hier die bal, come on. Heel goed, kom op nu Kim. Let's go. We kunnen er nog wat van maken. De blessure is bijna voorbij. We moeten nu. Morgan staat vrij.
Dat is niet Morgan. Maar we geven wel de assist voor de 1-1. Let's fucking go. Oh, daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Ik wilde toch echt die bal op Morgan geven. Maar goed, ik vind het ook prima, joh. Wat een zenuwslopend klote einde is dit, jongen. Holy shit, maar ik ben zo blij dat we gelijk hebben gemaakt, joh. 90ste minuut. Zeg, Boni, ik heb geen... Ik ken jou niet eens. Het spijt me. Maar, oh, we gaan de verlenging in, of niet? Oh, shit. Kom op dan. Is het de eerste verlenging trouwens die ik speel in de journey? Dat zou best kunnen. Ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi. Ja, dat is zeker mooi. Kom op. Morgan. Fuck it. Go. Oeh. Scheelde niet veel. Lessomer. Lever die bal in bij ons. Lever die bal in bij ons. En nu kunnen... Waarom blijft ze achteruit lopen? Waarom blijft ze achteruit lopen? Oké. Okay. Wat is dit? What the fuck doet hij? Nee joh. Get the fuck out of here. Wat? Dit kan niet op dit niveau. Once again, FIFA is completely broken. Wat is dit nou? Wat doet ze? Nou ja, uiteindelijk is het een heel mooi afstandsschot van Kim. Laten we daar maar blij mee zijn. Wat is dit? Ik snap hier geen kut van. Hebben we de hele wedstrijd zo ontiegelijk moeilijk? En dan scoren we zo. En dan scoren we letterlijk zo. En dat is buitenspel. Ups. Yo, schijnt, fluit je nog een keer af? Oké, okay, dank je. Ik denk al, joh. Maar er is natuurlijk ook nog een tweede helft te gaan. Dus, yo. Oké, okay, ik zoek naar Alex Morgan. Ik ben een beetje te erg op zoek naar Alex Morgan eigenlijk. Maar goed. Zouden we bronken op 1 minuut extra tijd? Ik denk dat we het hebben gedaan. Ik denk dat het... Ja, oké, okay, we hebben het gedaan. We hebben het gedaan. We zitten in de volgende ronde van het WK. En we zijn blij. Ik weet niet waar die 2-1 op sloeg. Maar het boeit me niet eens. Oké, okay, het boeit me misschien een klein beetje. Fysiek verdedigen, pasen, schieten, snel, het gaat omhoog. Ging pas omhoog, ik weet niet eens. Het ging, dat was heel veel. Hoe dan ook, ja, ik dacht er reden. Hoera. En een half. Wauw. En 3 skill points. Morgan Hunter, wij zijn samen 1. Wij zijn Mordor. Hashtag Mordor. Nee, doe maar. Doe maar niet. Laten we eens even concluderen. We kunnen voor sprintsnelheid gaan. En ik denk dat we dat ook gaan doen. Wat is dit? Lange paas is harde paas. Ik denk toch dat ik voor een schot met buitenkant van de voet ga. Ik, I don't know. Volgens mij is dat wel een handige. We doen het. Let's go. Come on. With Harold on the form of his life. And an England call-up on the cards. His career was ended by a wild tackle during the FA Cup 5th round tie. Oef. It would be his last game as a professional player. Oh, Jezus. Ja. What's up? Hey, Alex. You made it. Lil sis making headlines at the World Cup. I couldn't miss that. Knockouts now, huh? Yeah. You are gonna need all the help you can get. Oh. Kijk aan. Opa's bal. Hello, Kim. Hey. Hi. B's in town too. Krijg nou wat. Juist. Is that your documentary? Yeah. I got an A. You can watch it if you want. Een 10. Am I in it? Lekker bezig. Are you a hunter? Nou? Bie, ga van die telefoon af. Kom op. We zien niet veel. Oké, okay, top. Leuk. I'm not what you think I am, Kim. I don't think you're anything. I mean, I don't think you're anything bad. I didn't I mean, am a I soccer don't... fan, first and foremost. But I am a fan with means and resources that few others possess. Oh god, blijf van Kim af. Yeah, I hear that. You made quite the impression here, young lady. The press are saying that you could be the World Cup's next breakout star. Dat is al zeker, joh. Oh, ik wil eigenlijk... Ja, dit was waarschijnlijk weer een kut antwoord, fuck dit. I'm just trying to keep my feet on the ground. You know, you hear it all the time. Someone plays a good game. Media makes a big deal about it and the player takes her eye off the ball. Yo. Next thing you know, she's yesterday's news. Sometimes I forget you're only 17. Ha! Kim, with your ability, your level-headedness, you could blaze a trail through this women's game. Change the way the entire sport is perceived. People keep telling me stuff like that, but I don't really know what to do with it. Nah, you. Don't do anything. Just keep being yourself. Kim, I can help you go straight to the top. Nee, nee, af. Mark my words. Help your team win the World Cup. And they'll be making movies about you. Ja, leuk. Maar daar hebben we jouw hulp niet bij nodig. Get out of here. Ga weg. Nee, 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 nee. Blijf een beetje het Engels van Kim af. Hé, we moeten naar Alex. Krijg nou wat. 8 nieuwe dingetjes. Oké. Okay. Die. En die. En de volgende wedstrijd is blijkbaar tegen Australië. Kijk nou maar. Duitsland, Mexico, Italië, Noorwegen en Canada. En Spanje zitten nog in
De kwartfinale. Oké, dit is wel heel obvious, hè. We gaan de finale spelen tegen Canada. De halve finale tegen Duitsland. En that's it. Oké. Beetje obvious, vriend. Beetje obvious. Wie gaf een verleidelijk pleidooi voor de zaak van Kim? Boeit ook niet. We gaan naar Alex. Oh, hey. Tango League toernooi. Venice Beach, California. Kerstmis? What the heck? I don't actually see my trailer anywhere. I assume it's parked around the block. What? May I have it over? Your trailer? Yeah. Big 50-foot streamline I was expecting. I mean, it was all in my contract, all agreed. I mean, is this not LA? Uh-oh. Danny, I'm sorry. I don't know who said you would have a trailer. Oh, you're sorry? Ignore him. He's just having you on, all right? Doesn't know how to shut it off. Naps. Hey! Nice. You really got me there. Hilarious. Do you guys know each other? Hey, boys. No. Ibala. Oh, what's up, mate? I didn't know they had you for this, too. Yeah, man. Love the boss skills at these events. It's fun to watch. Plus, I pick a few new tricks for myself. Sly. Hey, mate. Danny Williams. Like a mom. Ah, the Williams. I play with your big brother, Terry, at UV. Stuff. Oh, trains like he plays. Yeah, he's a tough player, Terry is. Maar we hebben hem verslagen. Hey, we'll have you boys set up over here to judge the tournament. Oh. We'll present the Tango League trophy over here, do pictures and signings over there. Cool, nice one. Yeah, looking forward to it. Wacht. Fun, mate. Listen, I gotta jump over to player registration for a minute. I'll be back in a bit. Okay. Moeten we gaan jureren? Zijn wij de jury? What the heck? Wat moeten we in godsnaam doen hier? I really appreciate you making this happen for me, mate. Buff. Obviously. Aw. Lekker man. Oh, blijkbaar niks. Oké, het was gewoon... Wat dat... Wij weten ook hoe die eruit ziet. Dat is mooi. Volgende wedstrijd is blijkbaar tegen Borussia Dortmund. Oh, kijk aan. Wat is dit? Kunnen we hier wat zien? Bayern, Potter, Juve, Spurs, Man City, Atletico Madrid, Roma, Manchester United, Borussia Dortmund, Real, Sevilla, Paris Saint-Germain, Benfica, Liverpool, Barça en Besiktas zitten in de laatste 16. En hieruit kunnen we ook wel afleiden dat de finale tussen Manchester United en Real Madrid gaat. Ja, het is obvious. Heb meer uren in de dag nodig? Ik denk letterlijk precies hetzelfde. Wat is er nieuw? Die. En we gaan natuurlijk ook eventjes kijken naar de doelstellingen van Alex. Oké, dan. Behaal een maximale mentorbeoordeling met alle 5 de mentors. Ben je gek in je hoofd? Met Marcelo komen we nog niet eens een beetje vooruit. Maak 5 doelpunten in de Champions League of de La Liga. Gaan we nu ook La Liga wedstrijden spelen? Oké. En 1 verborgen doelstelling. Oké, dan. Zullen we eerst de training zijn of niet? Oh nee, nog een cutscene. Wat heb ik gedaan? Madrid, belangrijke beslissing. Wacht, wat? Wat hebben we gedaan? Hey, what's up, ma? What's up? What you cooking? What's cooking? I know what my son likes. Yes. Ready to go? What? Nee. We have reservations alla torre. Nee, rot op. Oh, no. I totally forgot. Another time? The best in Madrid. You know what? We must take you some time. Alex, may I have a word? Nee, donder op. Ik wil gewoon mama's voedsel. Mama's voedsel is altijd beter. Op bokken. Alex, building a brand means getting exposure. Hou je mond. It means being in the right places with the right people. Showing your face constantly. Cultivating an image. Nee, donder op. Kunnen we gewoon meteen nee zeggen? Please? Wait, this isn't about the logo, is it? I will always respect your decisions, Alex, even if I don't agree with them. And I know that you do your best on the pitch day in, day out. And I am doing my best to make sure that you get awarded for that. If we both do our jobs, we can achieve great things. Ja, ga jij maar lekker je werk bij iemand anders doen. Dinner's ready. Mooi. Right there, man. Kunnen we nog een keuze maken of is het gewoon voor de leuke bij? Alex? Can only do this with your help. Ja, kst. Move. Druut. Gracias. Gracias, ja, mooi. Doei. Dank je. Toedeloe. Kalm aan dus. Hey,
smikkelen. Smikkeltijd? Smikkeltijd. Let's go. Fuck B. Ik ga altijd door het gaatje. Dat is hoe ik het doe. Sorry voor eventuele cringe, agressie, visie en staande tegel gaat omhoog. Helemaal lekker. Ja, dit duurt nog 5 jaar. Of misschien iets minder. Bij de trainingen gaat het wel lekker omhoog eigenlijk. Dus hopelijk kunnen wij binnenkort de mentoruitdaging van Marcelo doen. En dat lijkt er wel op. Het is dichtbij. Zo te zien zijn er al een paar wedstrijden gespeeld. Manchester United heeft met 3-0 gewonnen van AS Roma. Dus dat is helemaal chill. Maar jongens, daar ga ik het wel bij laten voor deze aflevering. Ik zou nog heel graag de wedstrijd tegen Borussia Dortmund willen spelen. Maar er waren simpelweg gewoon te veel cutscenes waardoor de video nu te lang is. Want dat is eigenlijk het enige wat we hebben gezien. Cutscenes. En een hele gekke wedstrijd tegen Frankrijk die een verlenging nodig had. Maar jongens, volgende aflevering is de 15e aflevering. Dus dan maken we er gewoon een extra lang feest van. En dan gaan we gewoon eventjes een paar wedstrijden knallen. Gewoon 4 wedstrijden of zo. Want het is wel eventjes nodig. We moeten gewoon even een paar wedstrijden doen. Maar dat is wel leuk. Dus ik ga nu zoals altijd zeggen. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En bedankt voor het abonneren. En hopelijk zie ik jou weer terug bij een nieuwe video hier op GameWereld.nl. Later!